zoals jullie weten ook, helaas naar het schijnt, de kunstlinie moet sluiten, behalve voor de jongeren, waar het theater nog veel minder gaat produceren en tonen, waar het museum bijna elke dag vecht voor zijn bestaan. In zo'n situatie is het des te hartverwarmender dat mensen, zoals die vier VLN'er, zoals Schuitjes, Gerard van der Kerkhof en Maarten Manson, noest en blijven doorwerken en laten zien wat voor een mooie kunst ze maken. Ik ben ze daar dankbaar voor. En de ontroering waar ik in het begin van over had, hoe je opeens ziet dat kunst zich kan ontwikkelen, die ontroering heb ik nog steeds. In de wetenschap dat als we dit maar kunnen vasthouden, zo'n expositie kunnen neerzetten van tijd tot tijd, dan blijft Almere een culturele hoofdstad in je wel. Ik hoop u bij deze tentoonstelling hartelijk dank aan de kunstenaars en allen. Dankjewel Rob, en ik wil eigenlijk aan Marieke vragen om nog eventjes de vier kunstenaars hier naar voren te laten komen, zou ik maar zeggen. Freya en George en Maarten Manson en Gerard. Want we hebben een heel klein bosje bloemen voor ze en dan weet ook iedereen wie is. Ik zou zeggen, mensen, begin maar vast met klappen, dat helpt. Dan zou ik ook nou eens even door moeten gaan, hè, dan. Ik wil nog even een applausje voor Marieke uit te trekken. Een hele fijne middag vanmiddag. Ik wil nog één huishoudelijke mededeling doen. Want er is een prachtige catalogus verschenen bij deze expositie. Die is voor een maand €4 te kopen hier bij de bar, geloof ik. Een hele fijne middag, mensen. En dank u wel.